zit er in Turkije en zoals jullie hoorden was de pingpong achter mij. Dat komt omdat hier beneden een pingpongtafel is. En dan kan je pingpongbedjes samen met een pingpongballetje een soort van reserveren. En dan kan je pingpongen. Maar ik keek vandaag in de winkel en zag deze LOL Surprise bal. Alleen het is geen echte, want als je ziet hij is zwart en niet geel of groen of mint. Dus ik was eigenlijk best benieuwd wat erin zou zitten. Het was wel 13 euro, maar ik was zo benieuwd dat ik het gewoon heb gekocht. Nou, wat zit erin? Natuurlijk de bal. En dit is de bal. En zoals je hoort, dit geluid maakt een LOL-bal niet. Nou, wat staat op pakketje? Er staat Merbaby plus Queen Bee plus het hondje van volgens mij Spice. Ik weet dat niet, want ik heb het hondje nog nooit gehad. En dat staat ook op de achterkant, maar dan met andere poppetjes. Zoals je ziet op de achtergrond, het is donker buiten. Jullie horen nu de lift opengaan. En hier zien er allemaal leuke poppetjes. Daar shoppen wij elke avond. Verder rest staat hier niet echt veel meer op het doosje. Er staan hier nog wel een paar poppetjes met schoenen. En hier een soort van getekende diertjes. En hier hebben we nog Diva en dan nog zo'n hondje. En nog een poppetje. Ik weet die namen daar niet van, omdat ik die natuurlijk nog nooit heb gehad. Nou, dit is het eerste label. Hier staat, nou ik weet al wie het is, natuurlijk Queen Bee, maar dan met allemaal glitter. En dan hebben we hier het ding wat er allemaal in zit. Deze is natuurlijk veel groter. En ja, er staan dus de dingetjes op die normaal ook op een echte staan, maar wel echt veel groter. Het zippertje, nou ook wel de rits. En dan hebben we de barcode. En ik zie hier nog een barcode. En dat klopt natuurlijk ook niet. En LOL. En unboxed des. Ja, iets. Ik kan het niet zo goed lezen. Nou, laat ik het eerste rietje er maar afhalen. Volgens mij is het nog ineens een riet. Het is nog ineens. Kijk, ik kan het niet ritsen. Er zitten geen stippellijntjes. Nou. We moeten het er gewoon zo vanaf halen. Nou, het eerste wat dus niet een echte LOL heeft. Nou, hetzelfde label als de eerste. En er zit niks aan, er zit geen hint. Nou, eerste met twee gekke dingen. Deze heeft ook geen stippellijntje. Het is echt heel lastig om eraf te halen. Hé, hier zit dan weer wel wat. Zo, deze zijn ook veel groter. Dit is een veel groter, vind ik, stickertje. En wat staat hierop? Nou, natuurlijk color change, dus van kleur veranderen, spugen, blassen en huilen. Dat is wel normaal. En dan staat er dingen in het Engels. Nou, dat is normaal. Even kijken. Nou, het volgende ritje. Nu zou er natuurlijk een blinder komen. Oh, volgens mij zie ik hier de hint. En ik heb een gouden bal. Ik weet niet of dat goed is, dus daarom reageer ik niet zo van, ik heb een gouden bal. Want misschien heeft elke bal dit van fake wel. Ik weet niet. Nou. Deze is ook natuurlijk veel groter. Er staat een vlam en tasjes. Dus ik denk, geen idee, want het staat er ook niet onder wat het is. Fireshop. Nou, laat onder in de reacties weten wat jullie denken, want ik weet niet wat staat er ook niet onder. En zijn het stickers? Ja, het zijn wel stickers. En de bal geeft het af. Heel gek. Nou, geen surprise te zien. Nou, ik voel hier wel een surprise. Nou, laat ik deze afhalen. Volgens mij heeft het ook veel meer plasticjes dan
een normale bal. Nou. Dit is de nep gemaakte jurk van Heartbreaker. Nou, wat hier staan een klaver, een hartje en een ruit op. Nou, ik ben er niet helemaal van. Wow. Nou, wat kom ik nog meer tegen? Geen andere sprays. Oh, hier zit het. En hier zit het flesje. Met de dopper half af, die ik er ook af kan halen. Nou, wat is dit nou hier? Nou, je kan er dus geen... Er zit wel een gaatje in. Als je erop zou blijven zitten met lijm, dan zakt het plus jurkje. Dan kan je wel water geven. Er zit hier ook geen ding waarmee normaal het jurkje zit. Ik heb nog geen schoenen gezien. Nou, ik ben bang dat hier alles los in zit, dat meteen alles verrassing ervan is. Dus ik reken hem open. Ja hoor. Gelukkig zit er nog wel één blindbag in. Wat zie ik hier? Ach, wat lelijk. Sorry hoor. Nou, het zijn glazen waar je niet doorheen kan kijken. Het is ook helemaal niet mooi afgewerkt. Helemaal zwart. En aan de binnenkant zwart. Als je een neppe wil, dan zou ik snappen dat je het wel koopt, maar voor 13 euro, nou, mooi opgevouwen ook. Het is ook niet klein, wat normale LOL heeft. Dit is waarschijnlijk gewoon uit een verpakking van een oude LOL, want het is helemaal gekreukt. Maar is het opgevouwen. Het staat wel hetzelfde, want waarschijnlijk komt hij uit een echte LOL. Nou, de checklist ook niet. Mooi opgevouwen, waarschijnlijk ook al gebruikt. Nou. Oh, er staat hier wel wat anders op. Nu ben ik benieuwd hoe ik het poppetje aangetuig. En hier staat alles in het Engels. Nou. Ik vind het niet echt zo'n... Heeft ze nog geen schoen? Het hoofd zit wel. Hier heb ik het hoofd. En hier heb ik het lichaampje. Ik ga hem maar openmaken. Oh, nu gaat het niet zijn. Oh, ja, ze heeft schoenen aan. Het ziet er wel echt als een echt lichaampje uit. Nou, met dit tutje. Heeft groen-zwarte armen. Nou, roze benen. Het ziet er niet uit. Nou, ik denk dat ze kan plassen, ik weet het niet, en het hoofd. Ik ben hier niet echt super... Oh, dit is toch geen LOL. Kijk. Helemaal onder het glitter. En het is volgens mij het hoofd van de Supergirl. Uit serie 1 die roze met geel haar heeft. Even kijken. Deze Supergirl. Niet hetzelfde jurkje, helemaal niks. Ik heb al eerder zo'n poppetje gezien bij Meisje in de Handen. Die zag er ook niet mooi uit. Het leek net zo'n plastic poppetje waarmee je speelt, maar dan met een zelfgemaakt doelhoofd. En het hoofd kan hier nog ineens op, want er zit geen gaatje in het hoofd. Het is toch geen speelgoed. Nou, hij gaat er niet op. Mijn handen helemaal onder de glitters. Nee. Nou, als jij echt een fake wil, dan zou ik het echt kopen. Maar ik ga het niet aan. Ik ga het jurkje aandoen. Poppetje heeft geen hoofd. Want die past er niet op. Nee. Ik vind het geen aan. Nou, mijn moeder heeft met veel kracht het hoofd erop gekregen. En ik vind die ogen eigenlijk best wel eng. Ik heb bij een ander meisje gezien dat hoofd de hele tijd afviel. Maar er was zelfs een veel mooier poppetje dan dit.
En met haar bril die, waar ze niet doorheen kan kijken. En het bekertje ja, van de fles afkomt. Er zit nog een hengsel in. Die kan als het goed is wel op. Dus dit is geen gouden bal. Wat ik al vermoedde. En ja, het gaat er wel in. Deze is doorgedrukt. Maar die gaat er niet doorheen. Nou, het flessen. Dit ding komt er vanaf. Maar veel makkelijker dan bij de echte LOL. Bij de andere, de echte LOL kan het wel, maar met veel, veel moeite. En hier gaat het er zo vanaf. Nou, het is standaard. Ik ga hem dicht doen. Hij gaat niet meer dicht. ja, als je het leuk vindt om een neppe te kopen, raad ik het je wel aan. Maar ik raad het niet aan omdat dit 13 euro. Een echte is die veel mooier en die heb je voor 10. Kijk dan. Nee, ik vind hem echt super lelijk. Maar als je dit wil, dan kan je het gewoon kopen als jij het leuk vindt. Maar ja, ik vind hem niet zo leuk. Ik hoop wel dat jullie deze video leuk vonden. En als je die zwarte bal tegenkomt en je vindt het toch leuk om fake te hebben, kan je het gewoon kopen. Maar ik raad het niet aan. Doe een duim omhoog, vergeet niet te abonneren hier. Bye John natuurlijk. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Dat is Jo Grieks IT. Doei!